16 juli, van Odense naar Fjellebrunn. We zitten met een probleem. Toen Sabrina deze morgen wakker werd, merkte ze op dat ze waarschijnlijk een week te veel heeft voorbereid. Ze nam haar voorbereiding ter hand en stelde vast dat dit inderdaad het geval is. Ofwel blijven we een week langer weg, maar dit is jammer genoeg geen optie, want Sabrina moet op maandag 31 juli terug aan de slag. Het wordt dus schrappen van geplande activiteiten. Was de Deense weergod Franka ons gisteren gunstig gezind? Vannacht was hij waarschijnlijk met het verkeerde been uit een wolkendek gestapt, want vanaf 5 uur begon het regelmatig te regenen en dit bleef zo tot 3 uur in de namiddag. Via TripAdvisor had ik ontdekt dat Odense een bunkermuseum rijk was en de commentaren van bezoekers waren heel lovend. We kozen daarom om onze dag te starten met dit bezoek terwijl het toch regende. De fietsen lieten we op de mobielhoop staan en reden met ons nest naar het centrum van Odense. De bunker gaf een mooie impressie welke invloed de Koude Oorlog had op de Denen. Ze probeerden voorbereid te zijn op een eventuele kernaanval van Rusland. Daarvoor werkte politie, leger, vrijwilligers, politiek en administratie samen en was de bunker 24 op 24 uur bemand of bevrouwd, met een ploeg mensen, tientallen jaren aan een stuk. Toen de functie van de bunker pas in 2003 werd opgegeven, besloot een groep vrijwilligers om er een museum van te maken. Het meisje met de zwavelstokjes vond ik als kind het mooiste sprookje. Het is van de hand van Hans Christian Andersen, die zijn jeugd in Odense doorbracht. De stad staat dan ook helemaal in het teken van zijn sprookjesschrijver. Je vindt overal in de stad een of ander kunstwerk dat gewijd is aan een van zijn sprookjes, van de kleer van de keizer tot het tinnen soldaatje. Het slechte weer zal er wel mee te maken hebben, maar Odense was voor ons geen hoogvlieger, hoewel de Dom wel kon bekoren in zijn protestantse eenvoud. Voor we de stad verlieten, sloegen we een bom calorieën in, dankzij Burger King. Het zakje friet was wel wat klein. Om 2:30 reden we door naar de haven van Voborg, om morgen in die omgeving een fietstocht te maken van 60 kilometer. Het drukke havenstadje nodigde niet direct uit als slaapplaats, dus reden we door naar een boer. Maar die plek vonden we zijn 100 kronen niet echt waard. We stonden al veel mooier en goedkoper. We keerden iets terug tot het haventje van Fjellebrunn en vroegen of we hier mochten overnachten. De kostprijs was ook 100 kronen, maar het uitzicht is stukken mooier en mijn schotel wordt deze keer niet gehinderd door bomen. Omdat we reeds een warme maaltijd achter de kiezen hebben, houden we het vanavond bij een simpel kaasplankje.